Hallo iedereen, hier nog eens een video van mij, terwijl ik nu buiten ben. Ik ben bij de paarden, zoals je kan zien daar. En dan verder staan er ook nog. Zijn we bezig met de hooironden en ze op het gras aan het zetten. En ik was aan het denken dat het grootste probleem... Ik ga je even laten meegenieten. Hey! Dat is Nori. Wat ging ik zeggen? Ja. Het grootste probleem bij manifestatie is dat eigenlijk mensen in het manifestatieproces, in plaats van de intentie te zetten en zeggen dat wil ik en dat is hetgeen dat ik verwacht dat er gebeurt, dat ze eigenlijk nog te veel proberen de dingen te gaan controleren. Eigenlijk net zoals dat Nuri toont. Nuri probeert op allerlei manieren op de weide te geraken. Ik heb haar stuk nog niet opengezet, dus vandaar is ze wat onrustig. Maar dus, dat is het grootste probleem dat mensen bij manifestaties eigenlijk ervaren. Omdat ze het proberen te controleren in hun tijd, hun ruimte, hun plek, wat dan ook. Dat is toch mooi, hè? En dus dat is eigenlijk het grootste probleem. Dus wanneer je iets wilt, kan je niet ontvangen, of kan het zich niet manifesteren, zolang ja weet. Ja! Ja! Ja, we gaan het openzetten. Dan kan je het niet ontvangen zolang dat je het probeert te gaan controleren. Net zoals dat zij nu doet. Zolang dat zij hier staat, heb ik eigenlijk geen doorgang om de weide te gaan openzetten. Dus dat is ook hoe dat manifestaties werkt. Je zet het, je zegt van kijk, dat is hetgeen dat ik wil ervaren. En dan laat je het los. En dan laat je het over aan het universum. Dus dat wil ik alvast eens met jou delen vandaag. Er zijn nog heel veel andere dingen ook gebeurd de laatste weken, maanden, die ik ook ga proberen in een video vorm te geven. Maar ik wou dit alvast vanuit het rustige, bosrijke landschap eigenlijk wel met jullie gaan delen. Dus voilà, dat was. Tot in de volgende. Daag!